Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe Corona Bergjournaal, alweer de 75ste aflevering. En het is vandaag dinsdag 15 september. En het is vandaag Prinsjesdag, maar geen Prinsjesdag zoals anderen, want er rijdt geen koets. En het is ook niet in de Ridderzaal, dus... maar goed, we doen het er maar mee vandaag. Maar we gaan meteen overschakelen naar het Centrumgebouw, want vrijdag zagen jullie dat het... Plein 6 heette. En Hedde en Damien die gingen op onderzoek uit wie er allemaal verhuisd is. Goeiedag beste Bergjournaal-kijkers. We zijn aangekomen bij het nieuwe Centrumgebouw. En we gaan dus aan de mensen vragen wat ze ervan vinden. Of ze het mooi vinden. Of het rustig is. En we gaan het gewoon vragen. Loop mee. Hallo. Hallo. Hey, wij, we zijn natuurlijk in het nieuwe hoofdgebouw. Jullie gaan natuurlijk verhuizen. Hoe bevalt het tot nu toe? Het is even druk, maar het is heel mooi. Het is schitterend. Alles is nieuw, alles is licht. Ja, het is echt een hele vooruitgang. Top. Ja, we hebben er zin in. Ja, dat is mooi. Ja. En de vrouw hier, hebben jullie er ook een beetje zin in? We hebben enorme zin erin. We zijn helemaal hyper de piepen de pieper, zijn wij eigenlijk. Bevalt het wel goed, het hoofdgebouw? Ja. Beetje zoeken, hè? Ja, zeker. Ja, en we weten niet hoe warm het buiten is, want het is hier heerlijk. Top. Dus, en nou, we zijn nou zooi aan het ruimen, zoals jullie zien. Nou, hier wordt dus blijkbaar niet zo heel hard gewerkt. Hallo. Hoi, goeiedag. Goeiedag. Hoe is het nu in het nieuwe hoofdgebouw? Ja, hartstikke mooi en wennen. Dit is mijn eerste dag hier. En wat voor afdeling is dit precies? Nou, wij zijn hier bij de afdeling kantoor, zie je wel. Dus ja, ze hebben dat een naam gegeven dat het ook voor iedereen duidelijk is. Maar dat klopt natuurlijk niet, dat wordt nog veranderd. Wij zijn van de roosterplanning. Dat is waar al die medewerkers zo over lopen te klagen. Dienstroosterplanning, nou hier zit, kijk, met de camera kun je zo even naar binnen. Hier wordt hard gewerkt, er worden roosters gemaakt. Ook voor... Ook voor Henk. Henk zijn rooster wordt hier ook gemaakt. Nou, en ik zit, loop maar even mee. Ik zit hier. Maar kijk, ik zal je gelijk laten zien hoe super beveiligd het gebouw is. Want mijn sleutelbos ligt binnen. En dan moet ik hier zo een tekje tegenaan houden, dan kom ik erin. Maar ja, dat gaat nou niet. Dus we moeten even omlopen. Dan gaan we via de... Hier hebben we de kopieerhoek, zie je wel. Kopieerapparaat. En dan, Barbatruc. Net stonden we daar. En nu staan we hier. Nou, hier werk ik. Ik ben de enige vandaag. Ja. Normaal werken hier vanwege de corona mogen we met de helft werken. Dus in deze kant 12 plekken, denk ik. 1, 2, ja, 12. We mogen er 6 werken. Hoi, goeiedag. Hey. Hoe is het hier in het nieuwe hoofdgebouw op je nieuwe plek? Hartstikke goed. Het is nu nog heel rustig. Dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven, denk ik. Het bevalt me heel goed. Lekkere koffie, fijne stoel, lekkere ruime werkplek. Het raam kan lekker open. Dus het is alleen maar beter. Wat mij betreft bevalt het goed. Ik had het ook naar mijn zin in mijn oude kantoor. Maar dit is sowieso heel fijn dat je zo ergens naartoe kunt lopen. Dat je meteen je collega's spreekt. Dat je lekkere zitjes hebt waar je even met elkaar een kop koffie kunt drinken. Dus bevalt super. Nou, top. Ja. En bedankt. Graag gedaan. Hoe bevalt het hier in het nieuwe hoofdgebouw, Renske? Nou, kijk om je heen. Het is toch prachtig hier. Echt mooi. Alles nieuw en chic en fris en helemaal fijn. Alleen aardig leeg nog, zo te zien. Ja. Nou, nu is het een beetje rustig, maar iedereen is al wel aan het werk, hoor. Maar wel top hier dus. Ja, helemaal fijn. Ook qua gymzaal ben je al vooruit gegaan. Ja, heb je hem al gezien? Ja, ik wel. Hij is mooi, hè? Prachtig. Ik heb helemaal zin. Volgende week kunnen we erin. Nou, dit was dus het nieuwe hoofdgebouw. Iedereen is lekker rustig aan het werk. En wij gaan weer terug naar de studio. Laters. Wat een mooi gebouw, hè? Ik zou er zelf ook heel graag willen werken, maar dat... Dat is niet aan mij besteed. Vandaag nam Greetje Knets afscheid na 33 jaar gewerkt te hebben bij de Passepartout. En wij maakten een special over deze creatieve werkplek.
Nou, dag kijkers. Het is dinsdag en het is vandaag officieel jouw laatste dag bij Cerelo, hè? Ja, ja, ik ben hier vandaag voor het laatst. Ja. Voor de kijkers die het niet weten, dit is Greetje Knits. En Greetje, hoe lang heb jij bij Cerelo gewerkt? 34 jaar. Zo. Ja, ik ben echt al heel lang bezig een geweest. Een oud-gediende, zullen we maar zeggen, hè? Ja. Echt in de dagbesteding ook. Ja, want wat weet je... Jij bent altijd aan het werk geweest in de creatieve hoek. Dus ja. De mensen, wat is creatief? Ja, wat is creatief? Dat zie je hier om je heen. Dat heeft met kunst te maken, met wat mensen allemaal kunnen maken aan textiel, hout, keramiek tegenwoordig ook, mozaïek. Ja. Het is van alles. Nou zien we hier een foto van paviljoen 2... mensen waren toen al bezig met creatieve dingen. Dat werd toen vaak knutselen genoemd. Ja. Dat kon ook kleien zijn, zoals je hier ziet. Maar toen jij in dienst kwam, en daar zien we hier een foto van... toen was er echt een afdeling gekomen, hè? Ja, Arie Ammerau die werkte op de industriële afdeling... en die heeft het opgestart om een houtafdeling te gaan doen en een textielafdeling. Ja. En op de textielafdeling gingen ze dan breien en bijersbont borduren. En op de houtafdeling maakten ze stoofjes en vogelhuisjes en dat soort dingen. Ja. Heel klein, heel op elkaar allemaal, in een klein hokje. Ze noemden dat vroeger het oude kolenhok. Het oude kolenhok. Nou, en weet je, in 2018 bestond Passepartout 20 jaar. Ja. En toen blikten we even terug naar die hele periode, die geschiedenis. En daar heb ik nog wat dingetjes tussen gezet. Daar gaan we nu eerst naar kijken. We zijn nu in een... In een zagenafdeling. Er zijn een paar jongens zagen zijn. Ze zijn aan auto maken voor de vogelhuisjes. We zijn bij de afdeling bij het Jongen van Handvaardigheid. Nou, in die handvaardigheidsafdeling gingen we steeds meer dingen verkopen. En er kwam er een winkeltje op de gang. Dat was dan onze winkel al, toen de tijd. En vanuit die winkel zijn we toen naar Noordwijkerhout verhuisd. En dat was de eerste Passepartout die opende. Ja hoor! Dit is niet de eerste keer dat mij iets mislukt is. Vandaar dat ik ook niet op een creatief atelier mag werken. De technische commissie is een prikhaak onthalen en dan worden ze stuk voor stuk worden ze straks kapot geprikt, zodat het bord zichtbaar wordt voor Passepartout. Allemaal. En nu inmiddels een hoop locaties erbij. Hè? Je hebt ze net al genoemd. Ja, alvast gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Nou, deze video eindigde dus met verschillende vestigingen van Passepartout. In de verschillende dorpen. Die groei heb jij meegemaakt. Ja. Maar ik wil toch nog eventjes terug naar de opening van deze Passepartout-vestiging. Want dat is toch wel een soort mijlpaal geweest, hè? Ja, dat was echt wel de slagroom op de taart, zeg maar. Ja. Want toen gingen we natuurlijk van het gebouw in Noordwijkerhout, waar het ook al heel erg leuk was al die tijd, hier naartoe verhuizen. En dit is echt een fantastisch mooi nieuw gebouw waar we alles konden neerzetten zoals we wilden. En hebben we echt, en alle groepen konden mooie plekken krijgen. Ja, nou, we gaan even kijken naar die opening. Want daar was de burgemeester van toen bij. Ja. Ja. U kent bijna alle Passepartout-vestigingen. Ja. En wat is nou het verschil met deze en die andere? Dit heeft een galerie en een kunstuitleen. En in Katwijk is er een winkel met cadeautjes. En hier is het meer gericht op de kunst. En hier zijn ook ateliers. En we hopen dus dat het... Dat we door de verscheidenheid een leuke variatie kunnen bieden. Oké, bedankt. Arja, jij hebt ook in Noordwijkerhout gewerkt bij Passepartout? Ja. En wat vind je nou leuker? Deze... Allebei. Ik werk op donderdag, woensdag en donderdag in Noordwijkerhout. 7, en wanneer 6, hier? 5, maandag, dinsdag, 4, vrijdag. 3, 2, 1. Hallo! En oude ballonnen, kijk eens wat een feest. Gefeliciteerd.
Nou, Geetje, jij kan natuurlijk vertellen wat ze allemaal bij Passepartout doen. Maar in 2019 hadden we ook een spotje gemaakt om meer deelnemers te krijgen hier. Ja, ja. En Carolien vertelt heel duidelijk wat hier allemaal gedaan wordt. Oh ja, dat is leuk. En wat doen wij daar allemaal, Carolien? Nou, van alles. We maken dingen met hout. En borduren voor een collega Petra, die maakt dat ook. Ja, en wat ben jij? Ik heb ook woensdag winkeldienst en ik wil heel veel klanten hebben, maar ook medewerkers. Nou, Carolien die zei het al, er wordt heel veel gedaan bij Passepartout, maar het zijn de meest uiteenlopende dingen. Hè? Bijvoorbeeld een schilderij wat ooit voor toen koningin Beatrix werd gemaakt. Ja, zullen we daar ook even naar kijken? Ja, is goed. Prachtig. Koningin doet goed haar werk. Een goede werk gedaan. En hij is een miljoen heeft dat prachtig gemaakt. Nou, hartstikke leuk. Maar Passepartout is niet alleen creatief in het gebouw, maar ze willen het ook exposeren buiten het gebouw. Hè? Ja. En jullie halen mensen van buiten naar binnen. Want jouw functie, jij bent toch een soort PR-dame. Ja, van, dat is zo gegroeid. Ambassadeur ja. van Passepartout. Ja. Ja. We beginnen met 60 euro. 60 euro is geboden voor dit schilderij. 60 euro geboden voor dit schilderij. Als het 75 wordt, dan zit het precies op 700 euro. Hè, met dat de afgrond. Ja, dus 75 euro. Dan is het 65 euro. Nou, en zo heb jij bijvoorbeeld Kunstmaatje op een gegeven moment verzonnen, toch? Of? Ja, dat was een project vanuit iemand had dat opgestart. En dat hebben we met de scholen van het Duin en de Duinpieper al die jaren daarna opgepakt. Wat is Kunstmaatje precies? Nou, dat is om kinderen van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, de lagere school en de voortgezet, zeg maar, hè. Die maken kennis met kunst. En dat doen ze door middel van de kunstenaars die ze komen helpen. Eén keer in de week, een aantal weken achter elkaar. En dan maken ze dus allerlei kunst. Dat kan fotografie zijn, dat kan schilderen zijn, collages maken, fotoboeken heb ik gezien. Maar ook keramiek, dus het kan van alles zijn. Ja, jammer genoeg is het dit jaar niet doorgegaan. Nou Geetje, jullie maken ontzettend veel kunst. En ik heb het idee dat jij altijd wilde dat veel mensen dat konden zien. Ja, ik vind dat onze kunstenaars die hier werken en die verdienen dat gewoon. Ja. Want weet je, kunst heeft niks met een beperking te maken eigenlijk. Nee. Dus je ziet het achter je, het staat hier vol. Ja. We hebben Robert-Jan, Arja, Monique Turk, Ruud van Duin. Nou, hier zien we Monique, maar wat wel erg leuk is, dat is dat Monique hier ook zelf loopt. Dag Monique. Ja, dag Jos. Hey Monique, dit is een beetje jouw hoek, hè? Ja, ze hebben een beetje mijn hoek gemaakt. Heb jij nou nog extra gekeken wat je mee zou laten doen? Of, want jij maakt ook heel veel mooie kunstwerken. Ja, heel veel mooie kunstwerken, ja. En die vier schilderijen die hier hangen, heb jij die zelf dan uitgekozen? Ja, zelf uitgekozen van de computer. We hebben nog meer Mieke, de Vries, iedereen op te noemen. Maar, ja. Maar weet je, jullie gingen bijvoorbeeld ook naar de Libellenweek. Ja, ja, dat was en ook daar hebben we wat beelden van. Ook dat, ja. Ja, ja. Waar zijn we nu? In Almere. Helemaal goed, op de Libellen Zomerweek. Hè? De Libellen Zomerweek. Zonnetje erbij. Zonnetje erbij. Toppie dag. Ik heb alles al gezien. Zo. Nou, en die Libellenweek was leuk, maar mensen hadden dan al vaak een soort septembermaand achter de rug, of augustus, waarin ze in het Duin hadden gezeten. Hè? Want jullie gingen ook naar kunst in Duin. Of op strand, hoe heet dat, de Noordwijkse kunstweek en zo deden we dan. Of ja, alles wat er hier, en de kunstroute de laatste jaren was erg in trek. Dan komen mensen hier gewoon binnen een heel weekend. Ja. Ja, we zijn overal een beetje ingegroeid en ingelijfd en bij gaan horen. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat is wat je wil voor je cliënten en de kunstenaars en de creatieve talenten natuurlijk. Leuk. Ja, hier hebben we dan wat beelden van kunst in Duin. Ja. En wij zijn dus dit jaar voor het eerst gevraagd om mee te doen. En zodoende doen wij mee.
En jullie hebben eerder op het strand wel meegedaan. Dat is Schildersfestival, dat is in Noordwijk, maar dat is iets anders dan dit. Ja. Hey, en hoeveel deelnemers van Passepartout zitten hier? Het ligt eraan wie er net werkt op die dag. Ja. Vandaag zijn we met z'n zessen. En dan met de deelnemers van Hillegom erbij. Ja. En gisteren waren we met z'n achten. Nou, dat kunst in Duin, dat kon dus ook niet dit jaar. Nee, alles... Hartstikke jammer. En wat dat betreft is het een beetje raar afscheid van jou. Want je bent eigenlijk voor de bergsnelkijkers wel bekender geworden. Ja, want, en ook voor de mensen die volgen op Passepartout internet. Want je bent workshops gaan doen, hè? Ja, we hebben... Ja, dat is een spontane actie zo begonnen. En niemand durft op dat filmpje. Dus ik zei, nou, dan doe ik het filmpje wel. Nee. Zo zien we hier bijvoorbeeld dat je met een flessenspel bezig bent. Ja, ja. En een insectenhotel. Ja, ik geloof dat we 16 verschillende workshops hadden. Of tenminste pakketjes die je dan kon bestellen. En dan kreeg je het filmpje erbij en een blaadje erbij. Ja. Wat er allemaal, hoe het al moest gedaan. En we hebben in totaal meer dan 800 daarvan weggegeven en verkocht. Ja. Dus uiteindelijk... Ja. Ja. Succes. Heel goed succes. Mag ik jou namens alle kijkers heel erg bedanken voor al die jaren dat je in hebt gezet voor het creatieve aspect van Cirilo. Ja, dankjewel. Ja, oké, bedankt. Ja, ik heb het met veel plezier en veel passie gedaan. En ik ben echt trots op de kunstenaars en de creatieve talenten. Ja. En mijn collega's die dat ook natuurlijk allemaal hebben meegeholpen om dat zover te krijgen. En dat is echt super om te doen. Dus jullie ook allemaal heel erg hartelijk bedankt. We zeggen nu alvast, Greetje, geniet van je pensioen. En een beetje flauwe vraag, maar ga je schilderen als je pensioen bent? Ik ga niet schilderen, maar wel met kunst bezighouden. Ja. En ik doe vrijwilligerswerk in Ghana, dus daar ga ik ook me wat meer in verdiepen weer. En allerlei andere leuke dingen. Ja. Lekker op vakantie en fietsen en allemaal lekker leuke dingen doen. Hartstikke leuk. Goed, we gaan terug naar de studio. Greetje, bedankt voor al je mooie knutselfilmpjes. En we zien je hopelijk nog wel eens een keertje terug. En misschien nog wel in het personeel. En dan ga ik nou gauw naar buiten voor een nieuwe aflevering van Doet hij het of doet hij het niet? Het Bergjournaal presenteert het spelprogramma waarvoor u op het puntje van uw stoel gaat zitten. Hier is uw presentator Ashwin de Graaf met... Dag kijkers, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Doet hij het of doet hij het niet? Zoals jullie zien heb ik net 1,5 meter gesprongen en ik ga aan de voorbijgangers vragen of zij ook 1,5 meter willen springen. Kom je nu mee? Boy, mag ik jou wat vragen? Ja, is goed. Welkom terug, collega. Je zit in Doet hij het of doet hij het niet? Echt joh? Ja. Nou, dat vind ik leuk, want ik ben normaal gesproken werkzaam bij jullie. Zou jij vanaf daar start tot aan die andere streep 1,5 meter willen proberen te springen? Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Ja, kom mee. Ja. Nee, je moet hier beginnen, hè, bij start. Dus ik moet en dan proberen kijken of je hier tussen hier over die andere lijn in kan springen. Mag dus ik over... een aanloop doen? Ja, mag ook. Oké, doe ik even een aanloop, ja. 1,5 meter. Ik zeg anderhalf. Ah, helemaal super, boy. Ja, ik ben lenig, hè? Ja, jij kan hartstikke goed springen. Nou, dankjewel. En misschien tot de volgende keer. Misschien tot de volgende keer. Kijk eens, jullie zagen het. Boy, die deed het dus. En we gaan nu naar een volgende kandidaat. Vertel. Je zit in Doet het of doet het niet van het Bergjournaal. Oh jee. Ja. Zou jij, ben je goed, een beetje goed in springen? Nee, helemaal niet. Kun je 1,5 meter springen? Echt? Wil je dit? Ja. Kan je dat doen? Je overvalt me wel. Ander, weet je hoe korte pootjes ik heb? Dus even weten hoe ver 1,5 meter is, hè? Wil jij springen? Nee, hoor. Moet je mijn spullen vasthouden? Ja. 1,5 meter.
Probeer het maar. Anderhalf meter. Anderhalf. Ik zeg anderhalf. Toch? Nee. Jawel, nee, maar je hebt het wel gedaan. Ik heb het gedaan. Ja, daar gaat het om. Ja, dus ik Want het is, doet hij het of doet hij het niet? Ja. En of het nou lukt of niet, je hebt het gedaan. Poeh. Meedoen is belangrijker dan winnen, hè? Ja, dat is waar. Maar had ik nou maar langere benen, dan had ik er toch wel even verder gekomen. Hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoe is het met je? Ja, met mij goed. Met jou? Hoi. Ja, goed. Hey, kun jij 1,5 meter springen? Zal ik het eens proberen? Ja, probeer maar. Oké. Okay. Anderhalf meter. Nou, wat jij wil. Anderhalf. Ik zeg anderhalf. Ja? Ja. Ja, helemaal super. Hey, dankjewel. Yo. En misschien tot de volgende keer. Okay. Kijkers, hij deed het dus. En we gaan nu naar de laatste kandidaat. En daarbij wordt het beeld stilgezet. En dan mogen jullie thuis raden of hij het wel of dat hij het niet doet. Je zit in het televisieprogramma. Doet hij het of doet hij het niet? Ja. Zou u misschien vanaf daar 1,5 meter willen springen? Doet hij het of doet hij het niet? Ja. Zou u misschien vanaf daar 1,5 meter willen springen? Dat kan ik niet. Nee, kan u dat niet? Nee, gaat me niet lukken. Nou kijk, is jammer. Hij doet het niet. In ieder geval bedankt. Oké, okay, misschien tot de volgende keer. Ja, oké. Okay. Kijk, als jullie zagen het, hij deed het niet. En dan zijn we nu alweer het einde van doet hij het of doet hij het niet. Jullie gaan thuis kijken naar een onwijs leuke mop van Bart. En ik ga gewoon weer terug naar de studio. Ja. Beginnen maar. Hallo beste kijkers, hier ben ik met Bart's moprubriek. Twee baby's liggen naast elkaar. Sorry, ik heb even jeuk. Liggen naast elkaar in het ziekenhuis. Zegt de ene baby tegen de andere. Baby, hoe laat ben jij geboren? Zegt de andere baby. Om 12 uur. Om 12 uur 's nachts, zegt de ene. Wauw, zegt de ene baby, wauw. Mocht je zo lang nog opblijven. Nog één Bart. Een man en een vrouw lopen in een museum. Jan, moet je kijken. Wat een afgrijzelijk schilderij. Nee, wat een afgrijzelijk schilderij staat er. Wat een afgrijzelijk schilderij. Waarop de man zegt, Miep, zet je bril op en kom voor die spiegel vandaan. Nog eentje. Een man komt bij de dokter en zegt, dokter, ik kan niet goed praten. De dokter pakt een hamer en slaat op de man. En waar slaat hij hem? Op zijn vingers. Ah, roept de man. De dokter antwoordt, goed zo. Mooi de letter B. Wat doet het fout? Dat is het H. Maar het is A. Bedankt, Bart. Precies. Precies. Beginnen maar. Nou Bart, dankjewel voor je leuke moppen. Want ja, ik lig nog helemaal dubbel van het lachen. En dan is het weer de hoogste tijd voor de Happy Tijd Show. En vandaag gaat het over gepensioneerden. We gaan gauw kijken. Daar zijn we weer. Alweer, ja. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Happy Tijd Show. Happy Tijd Show. Ja, en we hebben vandaag een speciale aflevering. Oh. Ja, dat is ook leuk dat jij erbij bent. Ja, leuk, ja, hè? Want deze aflevering staat namelijk in het teken van collega's, medewerkers die inmiddels met pensioen zijn. Ja,
eigenlijk ben ik de enige die niet in deze aflevering thuis hoort. Leuk? Leuk. Ja, leuk. Ja, we gaan even terug naar de oude doos, zeg maar. Oh, de oude doos? Ja, nee, dat bedoel ik niet verkeerd. Nee, dat begrijp ik goed. Nee. Maar zullen we snel gaan beginnen? Want we hebben een vol programma. Hier is om te beginnen Marian. Ja. Met een gedichtje van Annie M. G. Schmid. Dus ze is lekker stout. Ontduikend, ja. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, jawel mevrouw, jawel meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niks terug. Ik wil geen vieze havenmout. Ik wil geen tandjes poetsen. Ik wil lekker knoeien met het zout. Ik wil niet aardig zijn, maar stout. En van de leuning roetsen en schipbreuk spelen in de tijl. En ik wil spugen op het zeil. En heel hard stampen in een plas. En dan mijn tong uitsteken. En morsen op mijn nieuwe jas. En ik wil overmorgen pas weer met twee woorden spreken. En ik wil alles wat niet mag. De hele dag. De hele dag. En ik wil op de canapé met hele vuile schoenen. En ik wil aldoor gillen. Nee. En ik wil met de melkboer mee. En dan het paardje zoenen. En dat is alles wat ik wil. En als ze kwaad zijn, zeg ik, Bill. Mooi. Ja. En toch een tikkeltje ondeugend. Ja, toch een tikkeltje ondeugend, hè, die Marian. Ja. Ja, ja. En nu? En nu gaan we door naar Patricia. Oh ja? Ja, Patricia in haar jonge jaren. En zij, nou weet je, ik weet niet tegen wie ze het zingt, maar misschien zingt ze het wel tegen jou. Want jij bent niet hip en jij bent niet vlot en jouw oude fiets is altijd kapot. Hier is Patricia! Die is altijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht. Maar jij bent lief en reuze trouw. Jij hoort bij mij en ik bij jou. Ja, wie had dat ooit gedacht? Hoe kan zoiets bestaan? Nee, dat had ik nooit verwacht, dat ik met jou zou gaan. Ik vond je altijd reuze sloom, maar nu ben jij de man waarvan ik elke nacht weer droom, al denk ik nu en dan. Je bent niet hip, je bent niet vlot, je oude fiets die is altijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht. Maar jij bent lief en reuze trouw. Jij hoort bij mij en ik bij jou. Ik weet nog dat het zo begon. Het was op een dag in maart. Jij kwam, jij zag en overwon. Was van de kaart. Ik stond gewoon totaal perplex, want jij gaf mij een zoen en zei meid, jij hebt zoveel seks. Ik kan er niets aan doen. Je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets die is altijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht. Maar jij bent lief en reuze trouw. Jij hoort bij mij en ik bij jou. Nou! Oh,
verdediging. Oh, nee, het is echt, echt leuk, hè? Gewoon gezellig. Ja, het is echt een gezellige ouderwetse aflevering. Ja, en we gaan nog weer even terug naar Marjan. Want ze heeft namelijk nog een gedichtje van Arnie Hemmingsmeer. Dit is Marjan! Dikketje Dap. Dikketje Dap klom op de trap, 's morgens vroeg om 7:15, om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikketje Dap, weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf, Dikketje, Dikketje, ik sta paf. O giraf, zei Dikketje Dap, moet je nog veel meer vertellen? Ik kan al 3 letters spellen. A, B, C. Is dat niet knap? En ik kan ook al bijna rekenen. En ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, ik sta paf. Zeg giraf, zei Dikketje Dap. Mag ik niet eens even bij je stiekem van je nek afglijden? Zomaar eventjes voor de grap. Denk je dat de grond van art is als ik neerkom heel erg hard is? Stap maar op, zei de giraf. Stap maar op en glij me af. Dikketje Dap klom van de trap met een griezelig grote stap op de nek van de giraf. Zette Dikketje Dap zich af. Roetsch, daar gleed hij met een vaart tot aan het kwastje van de staart. Boem. Au. Dag giraf, zei Dikketje Dap. Morgen kom ik hier weer met de trap. Ja, geweldig, geweldig. Ja, ja. We hebben ook nog een echte afsluiter. Een echte afsluiter? Ja, we hebben namelijk een meisjeskoor. Oh, ja. Leuk. Dat is altijd leuk. Ja, een meisjeskoor. En ze heette Sweet 16. Oh, Sweet 16. Sweet 16. En ze zingen een liedje. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, nou, dat is Peter. Peter. En die is ook in de studio. Applaus voor Sweet 16 en Peter. Blauwe ogen, donker haar,
Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet? Peter, ik ben verliefd. Zijn ze maar 16? Ja, ze zijn, ja ze zijn de 16 al gepasseerd, geloof ik. Maar Peter ook. Ja. Nou, ik vond het echt leuk. Ja, ik vond het eigenlijk leuk, toch wel. Eventjes uiteindelijk wel. Nostalgische uitzending gewoon. Er komen toch ook allemaal herinneringen naar boven. Heb jij dat jij dat ook? Ja, heb ik ook, ja. Wij gaan nog eventjes, wij blijven een beetje in die sfeer hangen. Oh ja? Hè? Chef Kok, vind je niet? Ja, zeker. Ja, bedoel, maar dan sluiten wij af. En dan gaan wij nog even een klein beetje terug naar vroeger. Ja, toch? Ja, en dan hopen we dat we jullie de volgende keer allemaal weer zijn. En dan maken we gewoon weer een nieuwe Happy Tijd Show! Nou, dat was weer onwijs gaaf, de Happy Tijd Show. Ik heb er super van genoten. En dan is het weer het hoogste tijd voor het weerbericht. Met deze keer Chef Kok. En ik ben er gewoon vrijdag weer. Tot vrijdag. Goedenavond lieve mensen op deze Prinsjesdag. Achter de camera Jos van Vliet. Ik ben Chef Kok, uw sympathieke weerspecialist. En dit is Gerda 3. Boe, de gezellige. Eindelijk iemand die verstand van het weer heeft. Woensdagmorgen een beetje mistig. Daarna zondag in de middag bewolkt en 23 graden. Donderdag valt de temperatuur wat lager uit. Het wordt 19 graden in de Bollenstreek. Er is een mix van zon, enkele stapelwolken en wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind. Geen daar. Al met al prima weer. Vrijdag is het vrij zonnig en wordt het ongeveer even warm als op donderdag. Of hooguit een graadje warmer. De wind komt dan uit het oosten. Dat was het. De weerspreuk. Vindt iedereen jou een vreselijke oude zeur? Dan staat waarschijnlijk de winter voor de deur. Dag lieve mensen. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit. Blijf thuis als je klachten hebt. Ben je ook benauwd en of heb je koorts? Dan blijven alle huisgenoten thuis. Werk zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Vermijd drukte. En was vaak je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.